Het onrecht wat ons bereikt is slechts een deel van het verhaal, geliefde broeders en zusters. Je kunt hier op afstand gaan roepen hoe laat je je vernederen door een, door een kolonist. Maar op het moment dat je een gezin hebt die je moet onderhouden, op het moment dat, een, dat je kinderen hebt die op brood thuis zitten te wachten, die geen eten, geen, geen drinken hebben, dan ga je heel anders in het leven staan dan op afstand grote praatjes houden. Er zijn Palestijnen die tot de dag van vandaag nog steeds als slaven worden genomen. Misschien kan je zeggen ja, slaven bestaan niet meer, maar op het moment dat een kolonist jouw land, jouw huis, jouw grond overneemt en uit noodzaak ben je genoodzaakt om bij hem te gaan werken voor het minimale wat iemand zal kunnen krijgen, dan is dat een nieuwe moderne vorm van slavernij die we moeten erkennen, het moet ook benoemd worden. Je kan ene wijk niet verlaten om naar een andere wijk te gaan, al is het school. Al is het werk. Alles in je ziekenhuis, totdat je vernederd wordt. Hoeveel vrouwen eh, eh, hebben zich bij de checkpoints bevallen? Talloze vrouwen. Hoeveel kinderen zijn op die checkpoints vermoord? Talloze pijnlijke verhalen die wij niet eens in de middeleeuwen hebben meegemaakt, maar vandaag de dag nog steeds gaan zijn. Onder toezicht van de internationale gemeenschap, zonder dat iemand daadwerkelijk in actie, in actie komt. Dat zijn pijnlijke dingen. Dat zijn hele moeilijke, zware zaken die ons bereiken en die doen ook iets met ons. En dat moeten we bevestigen.